Zo'n 20 minuten, echt fantastisch. En die is teruggebracht, want ik ben te lui om te ruilen. Nou, we zitten bij de... Ja, lekker hè? Ja. Nu tijd voor een... Goedemorgen, het is dinsdag. Ik begin de dag in de wacht. Moet een telefoontje plegen. Ja, ik moet naar het netwerkbeheer bellen. En de wachttijd bedraagt zo'n 20. Ja. Zo'n 20 minuten. Echt fantastisch. Ik heb me aangekleed en opgemaakt. Denise was hier ook net nog even, want die had gisteren de oudste sleutel meegenomen. En die heeft ze teruggebracht. Ik heb deze top aangedaan van Gastoes, broek, Levi's en schoenen van Lola Cruz. Oorbelletjes en Mitsoma, want die lagen er gewoon nog. En weer mijn Michael Kors tas, want ik ben te lui om hem om te ruilen. En ik heb best nog wel even met Denise lopen kletsen. En we moeten zo de deur uit. We moeten de auto naar de garage brengen. En daarna door naar Sarah's afspraak. Dus we zijn best wel tijd de deur uit. Oh Sarah, je lunch staat klaar. We zitten in de auto en ik heb gelijk mijn zak meegenomen. Ja. Dat zijn allemaal dingen die mama, ik heb uitgezocht. Even wachten, mop. Ja. En die breng ik ook gelijk weg. Dus dan hebben we dat ook gelijk opgeruimd. En dan we zijn mooi op tijd. Ja, en mama, dus het moet helemaal goed gaan. Wil je bij de dichtstbijzijnde plek van de afspraak gaan parkeren? Ik hou niet zo van lopen. Ja, we zullen toch even een stukje moeten lopen. Nou, we zitten bij de garage. Dankjewel. Hij heeft een hele mooie tekening gemaakt. Die is aan het tekenen en tijdschrift aan het lezen. En we drinken. En nu hopen dat het op tijd klaar is. Want ik had gevraagd of het dan voor de tijd dat we weg moesten klaar was. Maar dat was aan de telefoon wel gezegd. En nu was het ja, we hopen het. Dus spannend. De afspraak met de APK duurde te lang. Dus ik heb de afspraak, ik had... afgezegd? Nou ja, nee. Ik had eerst geappt. Om te kijken of we het later konden, ja, of we er later konden zijn. Maar dat maar kon dat, niet. Nee, dat lukte niet. Dus we hebben hem wel gewoon kunnen verzetten. In ieder geval verzetten. Volgende week hebben we weer een afspraak. Dat hebben we wel kunnen regelen. Een tijdje geleden hadden we het andersom. Toen had zij autopech. Dus wat dat betreft kwam het wel bij elkaar. Maar ik zou natuurlijk bij mijn broertje en Bakkie doen. Dus toen mijn broertje geappt van anders kunnen we bij jou langskomen even. Want daar maakt het natuurlijk niet uit als het dan net ietsjes later zou zijn. En ja, we waren net ietsjes later, maar voor de afspraak was het gewoon zonde. Want zo lang duurt die afspraak al niet. Het duurt 45 minuten, drie kwartier. Ja, klopt. En we hebben daar een spelletje net gespeeld. En nu zijn we onderweg naar huis. Alles wel klaarstaan voor het eten, maar we hebben nog wel heel even over. Wat dus, eten we? Oh ja, laat maar. Weet jij. Ja, stamppot en lijfie, met droogkorst en jus. En jus. Ja, lekker hè? Ja. Ik weet helemaal niet of ik nog verteld. Ja, volgens mij wel. Ik heb in de auto verteld toch, dat we ook met spelletje hadden gespeeld? Ja, klopt. Thuiskomen, gekookt, gegeten. Nu gaat Sarah mijn moederdag cadeautoetje opeten, maar ik heb er geen trek in. Ik ben niet zo heel erg van toetjes, alleen soms heb ik er trek in. Oh, het is al laat, het is al 19:30. We hebben heel lang gedaan over koken en eten en kletsen en was. Nu tijd voor een filmpje. En ik heb een blikje gepakt. Echt, ik zit helemaal into mijn blikjes. Nou, trouwens, dat valt me mee. Elke avond één. En dan ben ik er ook wel weer klaar mee. Het is niet zoals met thee dat ik het achter elkaar kan blijven drinken. Dan vind ik het gewoon niet lekker. En precies één blikje, dan ben ik zeg maar voldaan. Goed, ik ga even een film uitzoeken en die kijken. Niet veel film geworden. Ik heb echt heel de avond alleen maar met iedereen aan de telefoon gezeten. En nu ga ik opruimen en lekker slapen. Dus ik wil de vlog nog wel even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei. Daar zwaaien.